Hallo, jij kijkt naar een nieuwe hele korte podcast, want er is van alles aan de hand. Vink, vertel. Ja, nou, we hebben dus de laatste video opgenomen waarbij we kids gingen ophalen van school en naar thuis brachten. En er zit dus een stukje in waar Jamie het heeft over hoe kut de HAVO is. En hoe vervelend en hoe naar. En ja, nou is dat kleine brokje video onwijs viral aan het gegaan. Ja, waar staan we op dan? We staan op kankermemes. Op Fine Dutch. Weet ik veel wat. We staan op Para TV en we staan sinds kort op Dumpert. Ja. Maar wij hadden dit idee al, maar het komt nou wel heel goed uit. Want ja, uiteindelijk... Wij hebben shirts laten drukken. Kijk, met kuthaver erop. Misschien hebben we een nieuwe cameraman. Kijken of het kan je zoomen? Ben je goed? Oh ja, ja, ik kan zoomen. We hebben in verschillende kleuren. We hebben nog meer shirts. En dat mooie is, we gaan Jamie één shirtje overhandigen. Ja, maar het andere shirt wat we ook hebben is met een Kattekse quote erop. Wat? Ja, ja. Dat is Made in China. Made in China. Ja, dat is van een ander filmpje, maar die hebben we ook. We gaan eens naar Jamie toe en dan vertellen we hoe jij aan zijn shirt kan komen. Dat klopt. Loop vooral mee naar de deur. Ik hoop dat die thuis is. Voor mij is zijn nummer al weggehaald. Hallo, dit is zijn moeder. Bent u trots op uw kleinkind? Nou, ja hoor. Ja? Oh, gelukkig maar. Ja, ook, daar is hij. Ja, daar is oma naar binnen. Oh, ja, sorry schat, ik heb er niks aan doen. Je gaat zo weg. Het is echt, gewoon, echt onmogelijk dit. Waarom? Nou, ik dacht nou... Wat heb jij aan? Wacht, wat heb jij aan? Wat heb jij aan? Ik ben ziek. Oh, dat is wel echt te horen ook. Naast dat mensen zeg maar het leven niet meer in je stem horen op het andere videootje, klink je nu ook gewoon echt ziek. Ik word heet een gedm, man. Ja, ik ook. Ik vind het heel vervelend. Word je ook gevolgd door al die walgelijke meme-pagina's met kutcaption en kutcontent? En dan heb je ook van die fangirls die allemaal naaktfoto's naar je toe gaan sturen uit het niets. Ja, dat vind jij niet erg. Hey. Tienermeisjes, goed gedaan. Kijk, zo ziet Jamie eruit als jij s'ochtends wakker wordt. Hij is nog net niet nummer 10. Maar Jamie, we hebben shirts laten drukken. Ja. Met jouw beroemde quote erop. Ja. We hebben het in wit. We hebben het in zwart. En we hebben het in blauw. Wat wil je? Alle drie. Nee, hoor. Ja, voor mij mag die. Alle drie? Ja, weet je wat het kost? Ja, alsnog. Hij mag er twee. Zullen we er twee geven? Nee. Oké, welke wil je nu aan? Ja, welke wil je nu aan? Nu zeg ik blauw vanwege podcast. Trek aan. Ja. Deur dicht. Ja. Trek aan. Nogmaals, mensen, als jullie maar blijven taggen in al die video's, doe het alsjeblieft niet. Jamie en podcast mogen wel getagd worden, maar ik niet. Waarom? Ik heb helemaal geen zin erin dat mensen me allemaal gaan sturen zonder man. Want er staan nou weer onder elke foto op mijn fucking Instagram. Maak geen reet uit. Tag me gewoon niet. Ik wil ook niet gevolgd worden door al die kut meme pagina's. Want jullie content is kut. Jullie zijn naar, jullie zijn vervelend. Doe het niet. Oh, kijk er even. Oh. Wat leuk. Ja, het staat je. Ja. Ja, wat moet ik zeggen? Ja, weet ik veel. Ja, hartstikke leuk in ieder geval. Wanneer kom je items maken? Nieuw seizoen toch? Oh. Dus dat is eigenlijk... Primeurtje. Een primeur? Jamie komt bij podcast, maar moet alleen even met zijn moeder nog praten. Ja, dat is goed joh. Die vindt het allemaal wel prima. Wil je nog een andere kleur? Voor mij mag je nog een andere. Nee, ja, oké. Okay. Ja, doe even dicht, dan even die even aan. Ja. Hoe denk je nou zelf aan... Je lult te lang. Wil je zelf ook zo'n shirt? Ga naar www.podcast.nl en kijk in onze webshop. Ze zijn €15. Ja, en ik zou het gewoon doen, want wie wil nou niet op school lopen met kut HAVO erop? Ja, echt fantastisch. Ja, ik heb nooit HAVO gedaan. Precies, mag je hem aantrekken als je geen HAVO hebt gedaan? Ja, ik vind van wel. Oké. Okay. Jamie opschieten, want ik ben al... Als je de wat prachtig. Mooi, ik kom eens even naar voren. Als je de VMBO al kut vindt... Ik wil wat anders zeggen. Oh, wat? Ik zeg, als je de VMBO al kut vindt, kun je nagaan hoe kut de HAVO dan is. Toch? De VMBO is gewoon heel erg chill, hoor, denk ik. Zelf. Ja, die ook even aan. Ja, show het even. Godsamme man. Dus www.podcast.nl en dan lekker een shirtje. De webshop. Je krijgt twee shirts, jongen. Andere mensen moeten er €15 voor betalen. Wat zegt hij? Zijn we gretig voor een shirt voor €3? Dit kost geen €3, vriend.
Wist je trouwens dat ze een backprint hebben? Oh, wist je dat het wel inclusief verzendkosten is? Oh ja. Wauw, deze staat je het best. Even zo. Oh, hij wordt ziek. Deze staat je het best. Ja, sluit de video maar af, Jamie. Ja. Doei. Nee, ik weet niet, man. Zeg gewoon, kuthavo, koop een shirt. Kuthavo, koop een shirt. Het kost maar 15 euro. Is maar waarschijnlijk. Kan je ze halen? Dat weet ik niet. Waar? www.podcast.nl. Je kunt ze halen bij www.podcast. Ja, daaro. En ik zie je bij de volgende item. Hoi. Nou. Hey, doei. Hoi. Zo, ben ik klaar mee.